Michel Breuer. Het bleef heel lang de kleedkamerdeur dicht. Wat is er allemaal gezegd? Nou, er is eigenlijk helemaal niks gezegd. Dus ja, het was stil. Gelatenheid? Nee, ja, gewoon teleurstelling. En ja, iedereen gewoon heel erg teleurgesteld. En ja, dan is het... Ja, dan is het gewoon heel erg stil en dat, nou, dat zegt ook wel genoeg. Wat gaat er uiteindelijk vandaag mis? Nou, uiteindelijk natuurlijk maak een fout waardoor we dan een goal tegenkrijgen en ook verliezen. Dat was, nou, zeg maar, hoe zeg je dat, de slagroom op de taart, zeg maar, in een negatieve vorm. Maar daarvoor is er natuurlijk wel al meer misgegaan. Bij de 1-0 gaat er ook wat mis en heel de eerste helft gaat eigenlijk bijna alles mis. Ja, nou, dan gaat een hele hoop mis. Maar dat zelfs jou dat overkomt en ook wel meerdere spelers, het heeft echt met het begrip vertrouwen te maken. Hè? Je ziet gewoon dat jullie zonder vertrouwen in het veld staan. Ja, nou, om persoonlijk te praten, dat, ja, ik bedoel, dat was gewoon een fout. En ik neem gewoon verkeerd mee. Dat, ja, dat heeft wat mij betreft niet te maken dat ik geen vertrouwen of iets heb. Dat niet. Maar hoe we de eerste helft spelen, denk ik dat wel iets met... ja, we hebben gewoon, we geloven er niet in en inderdaad geen vertrouwen. We zijn denk bang om aan de bal te komen. Daardoor heel slordig en ja, daardoor ziet het er gewoon nou, niet uit. In de rust zien we keeper Khalid Sinou niet meer. Wat is er in de rust gebeurd? Ja. Want we hebben gehoord dat hij niet geblesseerd was. Nee, hij was niet geblesseerd. Maar ja, het was een akkefietje. Hij was teleurgesteld en hij liet het blijken. En, ja, nou ja, dat liep een beetje, er werd een discussie en uiteindelijk is hij gewisseld. Dus. Ja, ben je het dan eens met de trainer die zo'n beslissing neemt? Of heb je zoiets van, ja, het is de aanvoerder, die mag ook wel wat zeggen? Oh, hij mag sowieso wat zeggen, maar ja, de keuze die de trainer maakt, ik bedoel, dat heeft niet zoveel zin om daar van mijn kant nu te gaan vertellen of ik daarmee eens ben of niet mee eens. Dat doe ik niet. Heb je de laatste tijd wel eens je afgevraagd, waar ben ik in terecht gekomen? Ja, dat heb ik me wel eens afgevraagd. Ja, ik had me dit natuurlijk wel anders voorgesteld. Ik bedoel, ik heb wel meer in situaties gezeten dat het heel slecht is. Alleen, ja, ik bedoel, dat het zo slecht is als de laatste weken, de laatste periode. Is, ja, dat komt niet zo vaak voor. En nou, wat ik zeg, had ik verwacht dat wat anders was. En nu, zeker vandaag, dat ik zelf daar nog een hoofdrol uiteindelijk in ben. Daar ben je natuurlijk ziek van, dat lijkt me duidelijk. Is er wel een klik met de trainer, Kruis? Ja, ik bedoel, wanneer je zoveel verliest, dan zou je natuurlijk zeggen van nou, die is er niet. Maar volgens mij, ja, ik bedoel, de sfeer in de groep is nog steeds ja, niet geweldig natuurlijk. Want wanneer je wint is dat beter. Maar ik bedoel, het is geen rommeltje of zo bij de club. Alleen, ja, de resultaten blijven wel uit. Maar voetballend lijkt het wel een rommeltje. Althans, er lijkt geen lijn in te zitten. Ja, ben ik wel met je eens. Ja. Zeker de eerste helft en eigenlijk de tweede helft was het ook niet veel beter met 10 man. Ja, het zag er gewoon heel slecht uit en er was weinig wat vorige week. Kon je misschien nog iets positiefs uit halen, maar er was vandaag, nou gaat je dat niet lukken, denk ik. Tot slot, jij gaat er heel lang mee. Zie jij wel een ommekeer komen? Want heel veel mensen gokken op de na-competitie, maar ja, wij als journalisten, supporters, zien het eigenlijk helemaal niet meer zitten. Nou ja, ik zie het zelf nu ook even niet meer zitten, dat is ook logisch. Ja, wanneer je zoveel verliest, en je kan wel gokken op de na-competitie, maar ik bedoel, het moet ook wel een beetje ergens op gebaseerd zijn uiteindelijk. En nou, ik zeg, vorige week had ik daar nog wel iets van gevoel bij, alleen ja, deze week weer helemaal niet. Dus ja, op dit moment niet, is dat gevoel gewoon heel slecht voor richting de na-competitie. Alleen ja, nogmaals, dit hoort ook allemaal bij sport en ja, volgende week maar weer en dan gaan we het weer proberen.